En we zijn live. Yay. Zitten we nou echt met soldaat tweetjes hier, drie stuks? Ja, dat verbaasde mij vandaag ook een beetje, inderdaad, ja. Oh my god, we gaan allemaal dood. Maar nee, joh. Nou, ik hoop dat jullie het verschil weten tussen je linker en je rechter muisknop. Dus, Kijk, het grote voordeel om met zoveel soldaat tweetjes te gaan, is dat jullie schrik hebben om het gevecht aan te gaan. Dus jullie blijven lekker achter liggen. Ja. Nou, schrik. Het enige wat ik wel jammer vind, is dat ik de enige CLS'er ben. By the way, we vechten tegen stelletje kloter oostblokkers. Kijk even dat je die gasmasker in je kitje hebt zitten, voordat je dadelijk zonder zit. Want die grap, die ken ik nog wel. Ja, ik heb hem. Ja, Jarno. Ja, dan bleek. Check. Thomas. Op een jammer, ik heb een raket in mijn inventory op zitten met z'n allen. Wat heb je aan, Rachel? Een beetje nep. Nou, dat is standaard. Oké, dan. Ja, dat is omdat je die AT op je nek hebt. Ja, ik moet daar natuurlijk bij staan. Joep. Wat kom je doen, Sven? Oh, die... hold op. Is nog steeds hoger. Dan moeten we inderdaad van Noord naar daar. Ja. Het probleem is, je kijkt bergop. Ja, en een bos. Ja, maar ja, 97. Dat, ja, maar dat is nou eenmaal het terrein natuurlijk. Ik denk dat, ja, dat daar klopt, kunnen we niet veel aan veranderen. 97 voor wat ze gaan tot een tankshell kop, vind ik een minder strak plan persoonlijk. Maar goed, we hebben een gebied van globaal 3 klik breed. Ik zou daar ook banen in maken van 3 klik, van een klik breed dan. Aangezien we met 3 groepen zijn. Maar dan ook nog facelines daarbinnen. Dus dat je zoiets hebt. Lijkt me wel handig, ja. En dan, wacht uit, ik teken gewoon iets. Boah. Ik teken gewoon iets. Copy. Oh ja, nee, dit is beter, sorry. Oh, Bob. Ja? Ik zit in map T. Map P, sorry. Oh, ja. T. Amateur. Ja. Ik zit op knopjes te touwen, dat moet ik niet doen. En willen we dan respectievelijk Alpha Bravo Charlie in volgorde? Maar jij even bijpelt op de grond weer gebruiken. Ja, dus ja. Ik denk dat dat op zich wel een goede volgorde is. Dus dat zou ook mijn voorkeur hebben. Ik heb blauw al gedipst, sorry. Nee, ik ben bij deze groen. Ja, je moeder is groen, ik heb blauw. Thomas, we zijn ook Charlie, of we zijn Bravo. Je hebt natuurlijk paars, dus... Oh, kutje, nee. Oh, ik ben zo vaak Bravo geweest, ik ben helemaal in de war. Don't worry, ik pas het wel aan. Oh. Zelf heel hard gefeut. Oké. En dan hebben we dus facelines tussen die gebieden. Ik denk dat het startpunt waar we het gebied binnenrijden, dat op zich ook al een faceline is. Dat is, laat maar zeggen, het startpunt. Want ik neem aan dat we daar, voordat we het gebied inrijden, ik zie dat Thijs daar al een OV-punt heeft gemarkeerd, dat we daar ook eventjes halt moeten houden en kijken wat er precies gaande is. Want daar begint je EO natuurlijk al. Dus dan heb je hier in principe... sowieso geen kwaad. Heb je hier in principe een, noemen ze chipsmaak? Paprika. Heb ik al. Hebben we al. Naturel. Kaas. Onion. Cheese, onion. Onion, cheese. Faceline cheese, onion. Caps ook gewoon. Ja, dat is dan degene waar je begint. Dus dan kunnen we daar allemaal een eigen start-OV'tje zoeken. En dan willen we dan ook... want kijk, Charlie die heeft daar zijn hele grote open vlakte. Dus wat ik zou denken is dat Charlie relatief gezien het langste daar stilhoudt op haar OV. En dat we dan, wat Pieter ook al voorstelde in het begin, in die volgorde van links naar rechts dan zo een beetje dat gebied in pushen. Omdat Charlie dan wel een beetje diep daar kan kijken. Ik denk dat je gewoon moet zien hoe het gaat, Thomas. Want voor hetzelfde geld heb ik alle tanks en dan kom ik geen meter vooruit. Hey, voor hetzelfde geld zit er gewoon nog niemand daar, hè? Ja, maar nee, dat maar is meer dat van, je weet het niet.
Ik zou maar gewoon eens gaan kijken en dan zien we wel. Ja, precies. Maar al om een beetje na te denken. Laat me zeggen, jij hebt dan dat bos in je flank. Dus als wij al tot jouw flank het bos zijn ingepusht, is de kans dat jij vanuit je zijkant gepakt wordt minder groot. Ja, okay. Daar ja, klopt. En hoe, zijn jullie dan ook eens dat je in het voertuig gewoon een driver-gunner combo doet en dan de rest gewoon disembarkt de hele tijd? Want om dan, ik ga niet een commander er nog in zetten hoor, denk ja, ik. Die commander zou ik zelf wel zijn, maar ik ben eigenlijk voornamelijk van plan om mensen te voet eerst te laten lopen en als we iets zwaars tegenkomen dan pas 97 op te laten rijden. Ja, dat, zo ben ik het ook van plan, ja, eens. Want anders weet ik al hoe het gaat. Hey, tank, shit. Ik ga het iets anders regelen. Ik ga namelijk gewoon te voet met een klein clubje en ik stop twee man in het CV, die zet ik op OV-posities neer. Ja, hetzelfde idee, soort van. Maar ik heb een redelijk open veld, dus dat gewoon een beetje koffer die 97 terwijl ze voor wat ze moeten. Tegenovergesteld van de Blitzkrieg. Pieter. Ik stel voor dat we Faceline Bolognese boven op de States, of de sleet zetten. Dan heb je namelijk het OV-punt. Hier, check. Zeg maar. Ja, check. Goed punt. Wacht uit. Wat is dat? Wat is dit? Dit is zus, dit is zo. Jij bent de zus. Oké. Okay. Wacht uit, ik ben een lijntje aan het trekken in de armen. Done. Oh, ik had hem iets lager, maar... Dit loopt door alle pieken in. Precies te zijn. Even kijken, hoe hoog is het op de sleet? Dat is 380. De hoogste punt. Ja, misschien is hij eindelijk nog hoger, maar... Ik denk dat Faceline Bolognese dan ook het eindpunt is voor dat we de grens overtrekken, voor wat mij betreft in ieder geval. Maar eigenlijk moeten we op Heineken zitten, alleen ik zit dan in een dal. Daar ben ik niet zo happy de peppy mee. Maar jij kan mogen bij Heineken mogen jullie ook wat centrale bij elkaar volgen. Oké, okay, niet. Ja. We kunnen daar op zich gewoon hier een... Dan pak ik daar de westelijke flank wel. Ja, bij Heineken mogen jullie centraal weer bij elkaar komen. Dan word je niet opeens geflankt of zo. Dan komt dat helemaal goed. Oké. Okay. Dan heb ik verder geen vragen hierover. En Pieter, jij gaat dus de hele tijd te voet naar voren en laat je cv als overwatch voertuig gewoon dan achter. Ja, ik ook. Ja, niet achter, ja, dan... maar niet natuurlijk voorwaarts. Ja, maar die houdt in principe het overzicht. Ja, check. Niet achter mij aan, voorwaarts. Je stuurt voor je cv vooruit. Voor ja, natuurlijk, een cv is een gevers voertuig. Ja, je cv niet achter me laten rijden. Ja, daarom vroeg ik het al, want ik vond het al zo gek. Maar oké. Dan weet ik het denk ik wel. Mocht er nou iemand in de fuck komen, zeg maar, met contact en die kan het niet aan, geef het even aan op de long range, dan trekken we even terug met het volledige peloton, tot we wel weer oké zijn. Ja, goed punt. Goed anders punt. Krijgen we een gap en worden we geflankt. Ja. Ja. En laten we het ook dan op long telkens doorgeven als je van OV-punt naar OV-punt gaat, want dan kunnen we kiezen of we dus één voor één optrekken of dat we dan tegelijk doen. Want op zich, als we een beetje het momentum hebben en we kunnen doorstoten, het is toch sowieso gecoördineerd, hè? Ja, precies. Maar meer van, hè, van 1 naar 2 en verder. Dat bedoel ik. Ja, check. Oké. Okay. Samen vertrekken ook? Lijkt me wel, hè? Ja. Oké. Okay. Hoi. Ja. Veel plezier. Yes. Sterkte vol. Maar 1, pak eventjes 1,97 en zet die bij ons arsenal neer. Ja, boys look alive. Pak BP1, pak 1x CV, zet die hier neer, dankjewel. Wat staat dat? Nou, daar staan de CV's. Dat zijn die grote dingen die eraan wijzen. Ja. Ja, jongens, we wakker worden, kom op. Chop. Waar was de CV? Dat fucking grote ding dat wat daar staat. Dat grote ding dat daar staat te draaien. Wat zijn mijn buddyparen, Sven? Je hebt een begin buddypaar van Guy en die knakker die in de weg is gerend, ik weet even niet hoe het heet. En een BP2 van Jarno en Thomas. Oké, Guy, jij en Nigel zijn driver gunner. Ja. Dit is, hij draait dus snel voor. Zal ik driver zijn? Bij ons, niet drie klik verder, dank je.
Ja, ik weet niet, ik wil ook wel een capabele gunner hebben, dus... Ik zie dat dat al goed gaat, maar... Maar oké, okay, laten we even alles doorladen en iedereen zit op radio, neem ik aan. Yep. Zo goed. Thomas, ik ben je plava, kom op man. Yo, kom er maar bij. Ja, het is een botmissie, dus ik hou met alles rekening. Ja, je kan niet zoveel zien in dat ding. Nee, dat was te merken. Luid even centraal. Ja, even centraal. Gaan we even het plan bespreken. Als je je map opent, wij zijn Bravo, wij zijn groen. Iedereen zicht op de groene markeringen voor ons? Ja. Oké, we hebben het gebied opgedeeld in facelines en in banen, zeg maar. Dus je ziet die facelines, die zijn horizontaal. Cheese, onion, paprika en bolognese. En je ziet ook die banen, dus met die blauwe lijnen van noord naar zuid. En wij zitten dus in die middelste baan. Iedereen ziet wel wat ik bedoel, toch? Ja, ja, ja. Oké, nou wat we gaan doen. Vanaf hier zullen we rijden naar Bravo 1, dus Faceline Cheese Onion. En daar zullen we dan eerst kijken van, hè, hoe ziet het gebied eruit. Want het zwart omlijnde gebied is echt de combat area waar we in gaan. Het idee is dat we dan met alle groepen ongeveer gelijk van noord naar zuid zullen trekken. Dus we gaan dan OV'tjes pakken. En mijn idee is om het volgende te doen. We zetten het voertuig op een OV en met Buddy Par 1 erin, dus dan driver gunner. En de rest, waaronder ik zelf, zullen uitgestegen zijn. En op een gegeven moment zal het voertuig naar voren trekken en dan de gebied securen. En dan zullen wij te voet erachteraan gaan. Of we draaien het om als dat beter blijkt te werken. Maar we gaan zo gewoon een beetje haasje overdoen met het voertuig en met de pakse te voet. Nou, er zijn al een paar OV'tjes gemarkeerd die we gaan pakken. Bravo 1, Bravo 2 en Bravo 3. Telkens wachten we tot we met alle groepen op één faceline zitten en dan gaan we daarna verder. En uiteindelijk zullen we op Heineken, dus helemaal in het zuiden, zullen we een verdediging innemen met alle drie de groepen in afwachting tot onze volgende tasking. Dus dat is een beetje het idee. We rijden naar Bravo 1 toe met z'n allen gewoon in het voertuig. Maar op Bravo 1 zullen wij uitstijgen en dan zullen alleen de driver en gunner, dus Key en Nigel, die zullen er alleen in blijven. En dan gaan we het zien. Het hangt af. Ik weet niet hoe sterk de tegenstand zal zijn die we gaan krijgen. Het is Alpha Blanc 5-0, kom checken. Dus we moeten maar kijken. Zijn daar vragen over? Charlie van Oma. Niet van me. Nee? Alpha. Guy en Nigel, dat laten jullie weten hoe het gaat in de CV. Voel je vrij om ook te wisselen van driver gunner afhankelijk van hoe fijn het gaat. En dan gaan we hier opstellen. Dus we gaan gewoon instijgen, want ons voertuig staat goed. Wachten we tot de andere groepen klaar zijn en dan gaan we samen vertrekken. Duidelijk. Yes, van, sir. Good luck, have fun. Ah, sowieso. Het spel werkt. Ah, sowieso. Bravo 5-0, kom check. Kijk wel of die werkt. Bravo, luister clear ook. Thomas, wil jij een commando of niet? Ja, doe maar. Gek uit. Alpha, Charlie, bravo. Alpha, Charlie. Ik zit hier, Bravo, Bravo staat gereed op punt verzamel, Bravo gereed om gezamenlijk te vertrekken. Over. Alpha KVO. Thomas, wil jij nog meuk in de ding gooien of niet? En ook tevens gereed om te vertrekken. Wacht uit. Wil jij nog meuk in de ding gooien of niet? Ja, wacht even, even long. Kopie dat Alpha confirm gereed voor vertrek, vraagteken over. Geef me een minuut over. Kopie dat, waiting for you to take the lead. Uit. Wat zei je? Zat je nog meuk in dat ding wil flikkeren in die CV? Ja, als we nog heel snel iets kunnen doen, maar op het moment dat Alpha gaat rijden, dan gaan wij ook rijden. Dus... Kopie, ik jank er wel even twee palms vast in. Top. Ik wil achterin. Yo, ik hoor je. Ik zit op crew. Zit jij er ook op bij, Tom? Wat zeg je? Ik zit op crew. Ja, dan moet je je Windows toets inhouden en dan intercom channel crew. Dus voor iedereen, we zitten op intercom channel crew. Je doet Windows toets en dan intercom channel en dan crew. What the fuck? Oké, okay, Alpha is ingestegen, dus iedereen instijgen bij ons. Ik op crew. Ik ook denk ik. Oké, okay, driver, hou maar wat tussenafstand op dat voertuig voor. Alpha. Bravo. Charlie. Bravo Charlie hier, Alpha zijn gereed voor vertrek en stellen op de weg richting de West over. Bravo KVO over. Thomas, je hebt één extra Jeff, één extra panzerwacht. Helemaal goed. Helemaal. Oh, dit wordt kut. Ik heb Thomas en Thomas, gadverdamme. Ja. Was dat voor de stenen rechts? Ja. Ik heb wel eens een heel klein kutgaatje achter waar je erin kan kijken.
Wat? Ja, Charlie was al tillen en ik dacht dat hij tegen mij ging knallen. Ik wacht nog wel eventjes tot Charlie meldt dat ze gereed zijn en dan gaan we rijden. Het is wel gezellig hier achterin. Charlie, half over. Charlie, ik heb al zicht op tweemaal gemechaniseerd op de heuvel op grid 091. Gunnar, kijk of je alvast vooruit kan scannen. Neem een kijkje of je dat friendly of niet is, hoor. Ja, zet maar gewoon je... Nee, nog niet schieten, maar zet maar gewoon je turbos aan en kijk maar dat niet. Alfa heeft al zicht op dingen namelijk. Wat zei je nou? 090160? Ik zei nog niks? Nee, Pieter. Ik zit op longen ook. Ah, check. Ja, ik weet niet. Op de OV's van Charlie zag hij dingen. Gunner, jij weet hoe de thermals en de ranger en zo en alles werkt? Ja, de thermal wel. Wat is de ranger? De range is als jij met je kanon schiet. Als je bent gericht, dan moet je op T drukken. Dan stelt hij het kanon op de goede afstand af. Ja, nee, duidelijk. En de verschillende type MO van wat handig is voor panzer en voor Pax. Maar hoe kan ik die instellen? Scroll. Met T. Oh. Met F volgens mij, dan kan je tussen MO types switchen. Je hebt, je hebt ook een scroll optie voor verschillende dingen laden waarschijnlijk. En driver gunner, dus Guy en Nigel. Het kan zijn dat ik misschien op jullie inzicht vraag om af en toe uit te stijgen onder het mom van enemies die live vehicles target. Maar dat moeten we nog even kijken hoe dat gaat. Schaap op de weg. Zwarme tijd. Working at the car wash. Oh, oh yeah, yeah. We moeten echt zo gruwelijk hard heuvel opvechten. Hè? Ja, dat klopt. Ik zie wel een voertuig op 2-10 rijden. Kopie, houd in de gaten. Nou, kut, zo met bier zo. Daar komt ons dadelijk tegemoet, denk ik. Kijk, het een tractor zijn of zo. Idap. Idap, Idap, hold fire. Alpha Charlie hier, bravo, be aware. Idap terug komt ons tegemoet. Uit. Bravo Charlie, be advised. Eenmaal Idap voertuig crossed ons aan de zijde van de weg open. Bravo Visual. Yes, hij is ook langs Charlie. Helikopter is friendly ook? Onbekend, zie je een helikopter ergens? Ja, 200 ongeveer. Hebben wij friendly? Ja, dat is ook IDAP. Oké. Ja, check luid, let dus heel goed op je target identification, dat is dus friendly. Alpha Charlie hier, bravo. Alpha. Charlie. Alpha Charlie Bravo, we zijn zojuist overvlogen door IDAP helikopter, dus extra aandacht voor positieve target identification vandaag. Over. Ja, maar nu. Charlie, benam. Nou ja, zeg volgorde Charlie. Bravo KVO, we hebben zojuist zo meteen al onze rechterzijde het IDAP kamp zitten, over. Kopie dat, IDAP kamp rechterzijde, over. Bravo, uit. Ja, boys, ook voor ons. IDAP in de omgeving, IDAP Campy, mogelijk ook Pax dus in de omgeving. Dus let op waar je schoen. Gaat Peppy worden dit luik, ik heb er zin in. Voorlopig zit ik tegen twee bedroefde gezichtjes aan te kijken, dus het is niet heel leuk. Driver, we komen zo meteen op een kruispunt. Wij volgen daar de groene lijn. Ik zie de hele tijd vogels door mijn camera vliegen en ik denk de hele tijd dat het jets of zo zijn. Ho, explode? Weet ik niet. Ja, oh, ja, blijf karren, blijf karren, blijf karren, blijf karren, blijf karren. We vangen vuur. Ja, dat was misschien van de weg af? Ja, weet ik niet. Verdicht. Alfa, bravo hier, Charlie. Bravo.
Oké, IDAP kamp is voor juist al de lucht niet geblazen, dus die mensen niet meer achter ons. Oh, rijd maar door, blijf maar doorrijden. Probeer maar naar groen te gaan. Alfa niet gehoord, Bravo Gravio ook. Charlie uit. Ga maar van de weg af. Wie lijn naar OV? Positief. Gunner, focus op front. Bravo, ophoud. Ja. Bravo. Bravo, wij gaan even off-road en in verband met dan niet de logische route te volgen voor de vijand ook. Kop je dat? Bravo had hetzelfde idee over. Oké, zometeen op OV laten we de CV even ietsje onder de heuvel staan. Initieel even met z'n allen uitstijgen en ik verwacht niet dat we heel veel zien, maar dat we even niet met z'n allen in het voertuig zitten. Copy. Ja, als we met z'n allen uitstijgen is het BP1 links van het voertuig, BP2 rechts van het voertuig. Oh, Stan, ik vind je nu al heerlijk vastgelaten. Dat is wel het idee, hè, Thomas. Ja, dit is goed. Uitstijgen iedereen. Alle eenheden, bravo aangekomen op OV. Faceline Cheese Onion. Uit. Yes, dan nog even een side note. Mochten we dadelijk uitstijgen met alleen BP2, dan is het 1-1, 1 links, 1 rechts. Dat moet je zelf even uitkijken wie de hand is. Fix even een steen voor jezelf. Iets van hardcover in ieder geval. Driver Gunner, kijk alvast naar Bravo 2 waar we zo meteen heen moeten en probeer alvast een goede route door het trein te verzinnen. Romeo, even een kleine sit-rap. De kunnen we niet aan de andere kant beginnen ofzo? Kamp gehad. Dat betekent dus dat ze verkennis in het voortrein hebben naar beneden. En er zijn meerdere gemechaniseerde eenheden in het voortrein van het zwarte vak van ons bataljon gepositioneerd. Dat betekent dat ze tot de grens zijn doorgedrongen. Hoor. Ja, hier Romeo Roger. Hoe hebben ze dat eigenlijk kramp uitgeschakeld over? Artillerie over. Ja, hier gaan we Roger, be advised voor de Alpha Bravo en Charlie. Blijkbaar zat de KST in onze, voor in ons vak, die is nu terug aan het exfillen. Dus be aware over. Alpha KV over. Ja boys, heads up. Friendly KV. Units in het voorterrein. KST heeft de missie uitgevoerd. Ja, mogelijk dat we deze tegenkomen vanzelf, op terug richting Friendly Fires. Van jou uit. Copy. Dus goed letten op als je het ziet, even positive target ID, maar altijd gewoon een goede radmelding en dan kunnen we samen kijken. Wat we nu doen is wachten tot de andere groepen ook op hun OV zijn en even een beetje zicht hebben. Gebaseerd op wat ze eventueel zien gaan we dan beslissen hoe we naar voren gaan. Maar voor nu houden we hier even halt. Reeds lijkt wel geleerd trouwens. Ja, zicht op KCT, zuidwest op de berg dinges en loop richting oost. Nou, die zie ik dan weer niet. Zicht? Negatief voor mij. Ja, ze zijn nu links van ja, de laatste zicht. Stenen. Dat is ons OV dan? Ja, direct zuid, weet je wel. Daar hebben ze net vlotjes over gelopen. Alpha, Charlie, bravo. Zuid 200 ongeveer. Alpha. Charlie. Alpha, Charlie hier, bravo. Bravo heeft zicht op Friendly KC2 forces die aan het terugtrekken zijn. Die zitten op Bravo 2. Bewegen richting Noord, maar 600 meter. De markering volgt van... Ja, nu komen ze onze richting aan. Over. 600 meter. Alpha KV over. Yep. Spot on. Gele lijn is vorderingsrichting. Alpha Charlie, markering KC2 staat op kaart. Bravo uit. Goeie Kalki. Sorry Guy. Oh, schoten? Keugels? Oh, schoten. Keugels? Keugels? Volgens mij wordt die achtervolgd door Roeskies. Ja, positief ridgeline, paar Russen. Spetsnaz lijkt wel. Ja, Spetsnaz. Alpha Charlie, bravo. Ik tel 7 tal, Thomas.
Driver Gunner instijgen. Alpha Charlie, bravo, bravo, maak zicht een op enemy pak die je KCT achtervolgen. Wij gaan het vuur openen. Over. Alpha KVO. Charlie Driver KVO. Gunner, vuren vrij op enemy packs. Vuren vrij op enemy packs. Met die 97 naar voren en vuur openen. Draaf uit. Aanstap lui. Gunner, goed letten op je target identification. Zero die gun. Gunner, KCT ligt bij het muurtje onder Russen. Probeer dekking te vinden met het voertuig. Niet je machinegeur, gewoon je gun gebruiken. Ja, terugtrekken met dat ding. Copy. Zet hem maar achter de ridge. Ik over de ridge. Sven, heb jij thermals om te scannen of je ziet waar dat vandaan kwam? Wat denk je? Nee, ik heb geen thermals. Kan ik wel fixen trouwens. Kan ik wel fixen. Alpha Charlie, bravo, bravo, geraakt door zwaar anti-tank geschut. Be aware over. Waar de fuck is dat klote ding heen gereden? Herhaal bericht over. Bravo, geraakt door zwaar anti-tank geschut. Be aware over. Joh, zijn jullie damaged, Danny? Nee, nee, 67, maar we hebben, RPG gekocht. Die zijn mee bravo uit. Driver Gunner, hebben jullie iets van countermeasures of smoke, whatever, in dat ding zitten? Zit smoke in. Check. Hebben jullie dat ding, kunnen jullie die repairen? Fixed. Ik ga wel even kijken met thermals. Oké, okay, check. Wacht uit. Het plan is als volgt. Ik wil met de 97 pushen richting Bravo 2. Misschien met een tussenstop ergens. En ik wil gebruik maken van het smokescreen. Ik zit te denken om met dat ding naar voren te rijden en dan pak ze erachteraan. Ja, er staat nog steeds één pax met een AT-launcher constant schieten, boys. En ik denk dat we mortieren ontvangen zijn. Nee, ja, dat is die pax met die AT-launcher. Nee, toen had hij. Ja, incoming, incoming. Ja, rijden met dat ding, rijden met dat ding. Groene lijn volgen, wacht uit. Ik teken een OV-halt. Ik ga smokescreen poppen en daar gaan we doorheen rijden, KVO. Oké. Okay. Ja, ik krijg net echt gewoon een RPG echt recht in mijn smoel. Smokescreen voor jullie licht. Probeer op te pushen richting stenen. Ja, Thomas, ik loop iets achter. Ik krijg net een RPG in mijn mel. Push maar gewoon verder, ik kom zo wel bij. Bravo Alpha. Bravo. Bravo hier Alpha. Wij hoorden mortieren vertrekken vanuit ons zuidoosten en ons neerkomen in ons oosten. Ik gok dat dat op u gericht was, over. Positief, in our vicinity, over. Nou, hoort u dat dat dus in ons zuidoosten geweest is, dus mogelijk op de Bravo 2 locatie, marker, over. Kopie dat, Bravo push nu die kant op, over. Hoort u dat, Alpha trekt ook het gebied in met de CV richting onze nummer 2 en wij gaan met de info naar nummer 3. Voor de info, Alpha uit. Sven, als jij de lui meeneemt, bij je OV-halt, veel losse KKW nog. Driver Gunner, zet dat ding hier maar zo schuin tegen de rotswand aan de zuidkant. Want die Russen zitten nog achter ons. Dus globaal nog wel achter ons kijken. Gaan wij door die ridge? Dus Gunner, zet je thermals aan en probeer wat te scannen. Ben al bezig. Waar de fuck is die ding heen? Waar is die Bradley? Ja, we hebben geen Bradley, man. Hij zit meer aan de linkerkant. Hé, hey, wat Thomas, lieverd, je bent echt een hontering net voor ons voorbij gereden, man. Ja, we gingen iets sneller, anders zaten we vast aan de voorkant. Ja, iets. Heel klein beetje maar. Jij staat godverdomme in Rusland en ik zit op Scheveningen, lieverd. Sorry. Wij lopen nu door die lager gelegen defilade, zeg maar, die kleine ridgeline. Hopen dat we niks tegenkomen. Als jullie daar heel even kunnen houden in plaats van nog verder doorkarren, dat zou top zijn. Ik zie nog eenmaal iemand op oost lopen.
Ja, begint te vuren. Ja, ik denk dat ze dus net hier aan die oostelijke zijde van die rots zitten, die we nu net niet kunnen zien vanaf deze huidige positie. Ja, ik denk dat dat ongeveer, is ongeveer 900 meter vooruit. Twee man. Dan moeten jullie zitten, overheld? Negatief, onderaan Bravo 2 zitten we al. Notering, ja, zeg. Let op, ik kreeg van Alpha te horen dat zijn mortieren die wij net kregen, leken te horen vanaf Bravo 2. Dus als jullie zo meteen hier zijn, dan gaan we in een linie over Bravo 2 heen om eventuele mortieren en placement te zuiveren. Ja, als je dan toch bezig bent met die linie, haal dat ding even de snelheid. Dank je. Gunner, als jij richting, wacht uit, 107 graden kijkt, daar zie ik nog KKW gevuur. 107 graden. Kan ik naar die bijstaan steenvol? Ja, check. Guy, probeer meer aan de oostzijde van deze ridgeline te komen. Ik denk dat het zicht net ongunstig wordt geobscured door deze rots hier. Ja, deze manier, perfect. En dan met je gunner communiceren of die goed zicht heeft. Let wel op, volgens mij zaten er ook nog KCT-dudes, dus... Nee, wel. Op de berg op 120, zijn dat onze mannen? Ja, dan moet je dus even goed inzoomen. Volgens mij is dat KCT. On point. Waar? Check. Ja, dat is KCT. Ja, dat is KCT. En achter die steen vandaan... Ja, daar niet. Dat zijn Russen. Die bevuurd. Ja. Achter die steen, dat zijn Russen. Zie KCT rechts ervan. 116 graden. 116 graden. Nee, dat is ding schiet over ons heen. Kalm. Oké, okay, check. Pak ze die bij mij zetten. We gaan een linie vormen. Dus iedereen ja, links uitspreiden. Mij uitlijnen. Gaan we wapen hoog over Bravo 2 heen. Ja, vanaf mij naar Thomas. Uitspreiden, kom op. Kopie, wapen hoog en dan gaan we Bravo 2 op. Let's go. CV, push maar mee omhoog. We zoeken hier dus naar een emplacement of iets. En gewoon kijken of deze OV clear is. Oké, check, we zijn aangekomen. Zoek even een goede positie op, dat je zicht hebt richting zuid, dus de kant op waar we heen moeten. Driver Gunner 97, jullie zijn vrij op deze berg een plekje te zoeken. Bij die paar, als je ergens gaat zitten, graaf je in. Ga ik communiceren dat we hier zijn en dan wacht ik tot we doorpushen. Het volgende waar we heen moeten is OV03, dus we proberen alvast zicht te krijgen die kant op. Ja, boys, maak even een trench hier. Waarschijnlijk zit hier even. Ik ben al bezig met een trench. Top. 97 Gunner, probeer je thermals te gebruiken om al richting zuid te kijken. Ik zie bijvoorbeeld net boven Bravo 3 zie ik al een B&B ergens staan. Die hoef je nog niet aan te grijpen, maar probeer alvast een beetje inzicht te krijgen wat er allemaal staat die kant op. Duidelijk. Ik kan trash graven, de CV. Kopie, goed bezig. Overwegen misschien in de bomen te rijden in plaats van boven op de kale heuvel? Ja, probleem. Ja, ik zal voorrijden. Ik kan wel het zicht belemmeren van de gunner. Kopie. Alpha contact. Niks qua hit tot die berg, Thomas van hier. Check. Ja, BP2, als wij nou ook even opmoven naar dezelfde lijn als die CV, dan zitten we weer allemaal wakker. Dus even 200 meter front en dan weer even ingaan. Doe jezelf een plezier en graaf je trench buiten explore range van dat ding. Goeie. Oké, de situatie is als volgt. We pushen nu mooi met alle drie de groepen in één linie op. Ik zit nu te kijken hoe wij zo meteen ook door kunnen pushen. En ons doel is Faceline Paprika, dus Bravo 3. Het is een grote afstand die we nu nog moeten afleggen daarheen. Dus ik zoek even een kleine tussenstop.
Ik zit te denken aan markering INF, dus wacht uit en dan laat ik weten wanneer we bewegen. Ja, die groene lijn die gaat doorheen een ditch die de berg op gaat voor op markering INF. Dan heb je wat dekking links en rechts en dan kan je kiezen of je de CV links of dan wel rechts laat rijden. Ja, precies. Dus waar ik nu aan zit te denken is zometeen move order. Dat we achter de CV aanlopen door dat ditch kanaal wat je hebt getekend. Dat we dan de INF op INF zetten. Dat we dan doorrijden richting Bravo 3. Maar ja, dat is het lastige stukje, want dat is echt 100% bergop. Dus ik wil zoveel mogelijk nog eventjes scouten van tevoren. Welke INF-marker zie jij trouwens? Groen, INF? Nou, oh, daar. Waar jij die BMT staan? Sorry, herhaal? Wat heb jij die BMT staan? Ja, als je een waypoint op Bravo 3 zet, en er dan vanaf hoe je kijkt, net links iets boven kijkt. Daar zag ik in de verte een BMP staan. Ik zie een steen. Maar dat was echt wel heel ver hoor, dus... Nou, ik kan hem namelijk niet zien. Ik zie niks verder. Geen zicht, hè, lieverd. Oké, check. Ik denk dat we wel goed zitten. CV, ik ga jou vragen om via groene lijn door te bewegen. INF erachteraan. En met INF gaan we hout houden op marker INF. En dan gaan we met iets meer tussenafstand straks achter de CV aan. Dus voor nu, driver gunner INF, graag groene lijn volgen. Wij lopen erachteraan. Ja, zullen we wel gewoon zo bewegen als INF? Ja. Driver gunner, copy. Ja, copy. Weg achter mij. Check. Iedereen weg achter de CV inderdaad. En dan lopen wij met de INF achter de CV aan. Copy. En dan hopen dat er niks grimmigs deze kant op komt. Hopen dat we niet meer overreden worden zo. En we doen gewoon een volle sprint achter de CV aan. Steen. Oh. Rechts, 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 rechts. Oh. Oh. Nice. Oké. Okay. Laten we een beetje een enkele kolonne proberen te vormen, dus met flinke tussenafstand ook voor de INF. Nou, ik weet niet of je die slinger zo lang wil maken door het open veld om heel erg te zijn. Ja, prima. Mocht die CV beschoten worden, dan ditchen wij als INF gelijk zo ver mogelijk daarvan weg. Ja, infomarker is hier. Met INF gaan we hier op marker INF, CV, je kan nu vrij doorrollen. Ik wil namelijk even kijken of dat ding nu ergens vuur van gaat vangen. Wrak op rechts. Ja, copy, hou de omgeving dus goed in de gaten. Dat is geen goed voorbeeld, hè, Guy? Nee, ik weet het. Dat is ook een rare positie. Dat is misschien de reden dat het nu een wrak is. Alpha, hier Bravo. Alpha? Alpha, hier Bravo. Bravo staat op het punt om de berg richting Bravo 2 en uw OV-marker 6 te pushen. Wilt u dat eventueel samen doen of kan ik zelfstandig doorbewegen? Vraagteken over. Ik heb negatief op hitte, Thomas. Bravo lijkt me verstandig om dat samen te doen, over. Copy, dan hou ik halt aan de voet van de berg. Uit. Dat was negatief op hit op Hildeberg. CV, als je er nog niet bent, probeer bij marker halt even halt te houden. Ik wil samen met Alpha die... Oké, check. Probeer dan waar je nu bent halt te houden. Ik wil met... 50 meter ten noorden van de weg. Ja, check. Dit is goed waar je nu staat. Dan pushen wij met de INF ook die kant op. Want we gaan zo meteen samen met Alpha, die moet op dezelfde berg zitten. Gaan we die heuvel pushen. Audio op mechanized rechts, ja. Maar dat kan Charlie of Alpha zijn. Dat zal dan Alpha zijn trouwens, want west is onze rechts. Staan hier allemaal wrakken, dat vind ik iets minder plezant. Echt een goede voorbode, zeg maar. Ik schrok al. Wat?
Hebben we een positief ID op wat deze wrakken zijn? Het lijkt mij 97 wrakken. Dit is van ons. We staan met de taart, met de staart naar ons, dus dat is van ons. Copy. Dit zijn 97 wrakken. Bravo. Zo, tering. Yo, Bravo ging even dwars door mijn oren heen. Alpha, Charlie hier, Bravo. Bravo pusht richting de berg. Be aware, wij zien hier meerdere uitgebrande 97 wrakken. Het zegt misschien iets over anti-armor capabilities, dus be aware. Uit. Alpha contact. Oké, okay, Alpha lijkt inderdaad in contact te zijn. Of Char... Ja, dat zal dan Charlie zijn. Dat is Charlie, ja. Die zit rechts van ons, ja. Maar dat negeren we. Dat zit in hun sector. We letten alleen op onze eigen sector. Dus Gunner, kijk maar front de berg op. Even kijken of we hier met de invergers de bosjes in kunnen duiken. Overal. 97, als je wil mag je ook relocaten naar een iets meer gecoverde positie. Maar het idee is dat we niet... Ja, het idee is dat we niet heel veel meer verder de berg op pushen. Want we moeten even samen met Alpha doen. Ik zou het dan niet wegpakken, Thomas. Ik hoor ja, ook een grote front. Ja, kopie. Ja, dus laten we globaal tot aan de weg pushen. Kijk maar of je hier hardcover vindt, graaf anders een trench. Ik word gek van die geiten. Ik denk de hele tijd, ik krijg dan gelijk van die... Ik zou wel hier in de ditch durven planten. Wat zei Gino? Ik zou hier in de ditch durven planten, zei hij geloof ik. Volgens mij. Gunner, heb jij zicht? Vol. Een trench krijgen, maar het lukt niet. Ja. Dat kan ik niet, hij wil niet. Ja, ik heb zicht. Maar dit is een perfecte hold-down positie, Thomas. Top, I like it. Ja, veel ga je niet kunnen zien, je zit in de bos. Ja, dat is een beetje het landschap waar we mee moeten dealen. Ik heb een trench. Ik hoor tracked vehicles op mijn links. Zuidoost? Ja, zuidoost hoor ik ineens, close. Gunner en AT'er beginnen ogen te krijgen zuidoost. Het is initieel voor de... Russen, zuidoost, Russische in, zuidoost. Op de weg. Hebben ons nog niet gezien. Check, check, check. Dat wordt een vuurgevecht, iedereen zicht te krijgen zuidoost. BP! Vuur openen, 97, vuur openen. AT'er naar de weg. Ja, hit. Vol op dat ding knallen. Again. Ik zie hem niet. Ja, beweeg je kut naar de weg. BMP vooruit. Schiet die BMP kapot. Als hij niet binnen 5 seconden kapot is, dan wil ik er een AT op. AT'er maak je gereed. Ik heb Jeff ready. Ja, schiet maar. Hit. Atea, waar de fuck ben je? 97, pushen en schakel de info. Kom maar aan! Ja, te laat. Gebruik je thermals, er staat nog iets naast. BNP is kapot. Copy, blijf maar vuren dat de info. Hey Thomas, is. Fucking look alive, ja? Kom op. Ja, ik moest eerst mijn andere pakken. Goeie actie, lui, goeie actie. Prima. Ja, BP2 bijtrekken bij ons. Iets naar voren, metertje of 20. Dan zou je eroverheen. Ja, ik ga gaan Alpha vragen als ze ready zijn. Alpha, Bravo. Alpha. Jo, top. Alpha hier, Bravo, gereed om de heuvel op te pushen. Vraag teken over. Alpha is gereed over. Kopie dat, Bravo pushing. Uit. Lui, we pushen door, groene lijn richting Bravo 3. Let's go, we pushen door, Bravo 3. Ja, check, front. CV voorop, wij erachter. Uitspreiden richting rechts. Uitspreiden richting rechts, maak er even een beetje compacte linie van. Ja, dit is perfect. Lekker bezig.
ben nu al mijn thermal capability kwijt, Thomas. Einde van het bossenval, Tobor. Totdat die 97 voorbij is, zeg maar. Let op, Alpha die pusht deze heuvel ook. Dus in het westen zit ook friendlies. Ja, blijf door. Ik ga die op B3 gaan staan, ik ga ernaast staan. Ja, globale marker, vind maar een mooi plekje. Kutschaap. Ja, positief. Heel groot wrak zuid, hè, Thomas? Ja, dat is de B&B. Dan het wrak front over de faceline. Ja, kopie, dat is die B&B die ik eerder bedoelde, maar die is dus al taken care of, which is good. Er komen gele tracers van de heuvel verder, trouwens. Oké, die heuvel west, daar zit Alpha, dus wij zitten voor nu zitten wij hier goed. Ja, nee, maar... Ja, pak even een trench, graaf hier even. Alle eenheden, Bravo, aangekomen op faceline, Paprika. Uit. Oké, hier houden we heel even halt. Even trenches graven inderdaad, goed zicht krijgen. We houden hier even halt tot alle groepen op de faceline zijn. En dan zullen we ook zo meteen samen overgaan. Dus voor nu even halt en verdedigen. Ook oogjes op die boslijn in het westen / noorden, boys. Het is nog steeds een ziek grote faceline, dus overal kijken. Copy. Je hoeft hier ook niet blind op te staren, hou hem gewoon in de gaten. Alvast voor zometeen. Mijn plan is om zometeen. Opdraaien hier, Charlie? Nee, laat maar trouwens. Wacht uit, ik kom erop terug. Alpha. Bravo. Charlie ook aan. Kijk, kan jij faceline. Dat 90 graden kijken aan zo'n hostages of een pax? Ja, ik heb ik zelfs kijken. Alpha KVO. Bij het branden. Deze is bijna klaar. Bravo KVO. Twee man. Charlie uit. Ik kom aan de seat gaan zitten. Oké, wacht uit. Ik wou iets doen, maar toen zag ik hoe ver we moeten en toen dacht ik van, nee, toch niet. En we hebben nu volgens mij nog maar twee panzervaarsten. Zit er nog één in de voertuig? Thomas, zit er nog één in het voertuig? Zit er nog eentje in het voertuig voor jou? Sorry? Zit er nog één in het voertuig? Panzervaarst. Oké, hoe ik het vanaf hier wil doen, in verband met de grote afstand, wil ik vanaf hier dat we eventjes gaan hoppen. Dus dat we even tijdelijk achterin springen en dan OV'tje gaan hoppen. Oké, ik denk dat die boom in de weg zit. Voor jou zeg dat. Ik wil eerst eventjes met z'n allen naar die objective marker gaan. Daar staat een huisje en iets, die wil ik eventjes hardkleren. Vanaf daar stijgen we weer in, rijden we door tot punt disembark. En vanaf punt disembark zullen we ons opsplitsen. Zullen we vanaf twee kanten die top van die heuvel aanvallen. Joep. En dan vanaf daar kijken hoe we verder bewegen. Ik heb audio op iets zwaars op west. Mogelijk Alpha? Ja, ik denk Alpha. Ja, pas Alpha. Terrein. Positief. Alpha die zit trouwens op een wrak te schieten voor jou. Hmm. Oh, er staat een pax naast. Is dat voertuig? Is dat friendly? Ja, op rechts ja. Op rechts ja.
dat dat echt iets schimmigs is dat eraan komt. Ja. Nee, dat is Alpha. Ik zag net rijden. Ik zag Alpha net rijden, dus dat is Alpha. Ah, oké, check. Voorlopig gaat wel. Oké. Okay. Ja, nog wel goed inderdaad, maar ik. Ja. Oké. Okay. Het wordt steeds kutter, hè? Hoe ver we gaan? We gaan met z'n allen in de 97. Nee, joh. Oké. Okay. Wat zeg ik hier? Ja, 2-0 pak ze in het voorterrein. Gunner heeft zicht. We hebben al aangegrepen, maar blijven lopen. Ja, laat ze dan maar. Dan komen ze zo wel tegen. Ik wil even met z'n allen in de 97 en dan doorrijden tot de objective marker. Die even hard kleren en dan weer doorrijden. Check. Kom mee. Oké. Dus even allemaal achterin. Ja, dat is sneller. Ja, dat zeker. Maar je zit ook met z'n allen in een soort metalen doodkist. Ja. Ja, we kunnen vanaf hier heel goed de sporttraining kijken, dus ik ging ervan uit dat alles al een soort van behandeld was nu. Thomas, je kijkt een bos in, lieverd. Plek voor zicht voor de CV. Al in. Thomas? Ja, ik weet niet. Hoe bedoel je? Ja, ik heb... Oh, ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ja. Ready? Yo. Alle eenheden. Braaf versterkte faceline, paprika, over. Uit. Trouwens, wie gaf me zo net trouwens op mijn donder? Over wat? Dat is Sven. Dat je 5 minuten te laat was met jouw 2? Ja, ik moest eerst mijn tweede gaan doen. Wat doe je tweede? Oh, wat? Oh. Iedereen uitstappen? Ja, get out. Wat heb je gedaan? Oh god. Ik zag zoiets af. Hoe dan ook? Ik zit vast. Aankomen. Oké, wacht uit. Iedereen even weg van het voertuig? Ja, ik zit vast bovenop. Ja, ja check. Dus iedereen die wel weg kan weg. FNV. Nigel, FNV. Bravo. Ja, even een paar keer. Ja, there you go. Romeo, bravo. Ja, boys, hou even een korte 360 om dit ding heen. Doen of moeten wij te voet verder? Vraagteken ook. Gewoon even elke kant op kijken. Houd het gewoon even kort, compact. Niet veel boeiend. Gaat het fixen. Hou wel. Kopie dat, draaf uit. Oké, hij is gefixt. Yes, en we win. En we gaan er weer in. Driver, let op stenen. Oh, heb ik hier een steen gekopt? Oké. Okay, ja, er stond een steen naast de... Nee, doe ik ook niet te reloaden. All in. Chill. Oké, we gaan weer door. Laten we het momentum behouden, dan zijn we snel bij het einde van de facelines. Dus bij OV-marker blijft de CV even staan, wij stijgen uit, clear even snel dat huisje en daarna gaan we aanval doorsprinten. Hoppie. Dat is een boom, Giep. Zetten we vast of wat is er aan de hand? Nee, negatief als een boom. Giep probeert een boom om te duwen. Voorwaarts. Naar links, Guy. En dan weer naar rechts. Ik ben niet blij dat je geen driver bent. Ja. Nou, je kan turn out, maar ja, dan ben je ook een schietgeit. Bravo, Alfa. Bravo. Bravo, hier, Alfa. Hebben jullie nog steeds een CV? Vraag even over. Ja, positief. Oh, god. Dan heb ik daar audio op. Dankjewel, altijd. Oké, gelukkig. Ik dacht heel even dat hij ging zeggen, ja, ik niet. Zeg maar. Ja. Oké, driver, ik hoor graag wanneer op OV, dan stijgt de rest uit. Gunner. Out. Gunner, 142 graden. Kusspot. Ja, check, engage. Nou, maar schiet op hem. Ja. Pak ze op de voet uitstijgen en compactje kleren. Yo, wij zijn onderweg. Zo snel mogelijk van achter mij weggaan. Wij zijn weg. Jullie op mij? Ja. Ik heb Thomas hier, waar is Jono? Jono? Ja? You coming?
Ja, volgens mij ook. Het valt volgens mij wel mee. Easy game. Ja, het is wel zo'n barn ruïne, dus je kan er wel in. Oké, wij gaan vanaf hier even onze verdere route bekijken. Romeo? Romeo, kunnen wij de bataljons die mee zijn ook inzetten voor eventuele steunraad tegenover? We zijn de bom eigenlijk niet voor reserveerd, maar als het moet... Ja, Russen boven op de heuvel. Russen boven op de heuvel. Check. Bij de... Dan weet ik dat, dan kun je al afhouden. Stenen, zeg maar. Zijn ze al aan het vuren? Daar zijn ze al aan het vuren. Oh, check. Twee uitgebrande BMP's op zuidwest met Russen ernaast. Hey, er zijn Russen met een anti-tank. Waar? Ook op die heuvel daar. Ja, check. Yo, BP1, pas op, fucking anti-tank bovenop die berg. Zuidoost. Die zit tussen de rotsen. Is koud. Die BMP is koud. Ja, positief, alleen hij heeft al 200 kogels gevangen. Ja, je hebt er nog 200, denk ik. Gunner, jij weet ook welke verschillende type thermals je hebt? Ja, ik heb dat twee, ja. Ja, met de N-toets, maar ook met de B-toets heb je andere thermals. Er zijn twee anti-tanks. Dat is veel vuur wat Charlie viel. Wij gaan doorpushen richting punt disembark, CV. Als je klaar bent met vuur uitbrengen, dan push je ook door via groene lijn. Yo, boys op me. Ja, we spelen me niet iedereen niet aan, die scout. Die is, Heeft hij ook HE, nee. Of weet hij gewoon niet wat hij daar pakt? Dat, volgens mij heeft hij dat er niet in zit. Ja, als hij nog niet gereageerd heeft, dan heeft hij Oké, we trekken bij. Hou hem gewoon niet door. Ja, pas op, jullie moeten op een gegeven moment door zo'n klein trenchje. De kans bestaat dat je dan echt neus down S-up gaat, zeg maar. Groene lijnen, push richting punt disembark en beyond. Gaat steady, boys. Contact rechts. Contact rechts, zuid, zuid, zuid. Geen zicht. CV, probeer met je thermals te kijken. Wij worden bevuurd vanaf zuid, direct zuid. Ja, het blijft langzaam doorbewegen dan, Thomas. CV, front over, dan kom maar. Boys van boom naar boom, zijwaarts bewegen, correctie, die bergen op. KKW zuidwest, KKW zuidwest. Ja, maakt niet uit, gewoon zijwaarts springen. Zijwaarts omhoog springen, zijwaarts omhoog springen. Achter me langs, achter me langs, push hem omhoog, push hem omhoog. Oortjes van mij. Yo. Danger close, danger close, danger close. Nog meer oortjes van mij. 20 meter vogels. Weapon is jammed. Pak ze dan sterfelijk, jongen, tering. Thomas, ben je oké? Ja. Jack, jij ving net echt mokers op. Zeer close. CV, Gucci. CV, kijk of je schoten uit kan brengen. CV heeft toch wel moeilijkheden om die berg hier op te geraken, maar... Oortjes? Dan wil ik jou. Yo. Ze hebben echt een jip en jap hier, hoor. Ho, niet voor mijn neus lopen. Excuse. Fikey. Hortjes? Hortjes? CV klopt achter je langs, achter je langs twice. En vrij. Magazijn. Hij pusht zuid. Yo, check. In de boom. Hij zit nu zuid. Ik ben hit. Yo, check. Andere buddy paars, zijn jullie goed? Ja, we zitten rechts met jullie. Ja, check, we zijn goed. Oké, laten we doorpushen, buddy paars gewijs springen. Ja, ik ben dicht geplakt. Ik zie het ook, niet ook. Nou, is lastig te zien.
Thomas op mij. Yo. Oké, boys, push maar mee, push maar mee. Rechts. Hij is neer. Godverdomme zeg. Open gebied, open gebied. Oké, laten we consolideren op de CV. Ja, die CV die rijdt maar door. Hey, Thomas. Klaar. Thomas. Ja, Zend. Ja, dat is echt niet het terrein voor een CV. Ik ga veel liever meer naar de oostkant op de bosrand. Ja, ja, feel free. Gewoon originele groene lijn is prima. Nou, wij gaan nu ook gewoon direct zuid pushen. Direct zuid. Inverloop door de bossen. De CV volgt de groene lijn in het oosten. Dus doe maar op mijn enkele kolonne. Nee, correctie, linie. Dus links en rechts van mij. En dan gaan we gewoon zo dat bos door naar boven. Die CV90 even voor langs laten gaan. Je bent vrij, push maar door. Ja boys, heads up. Omdat we nu echt contact voorbij zijn, wanneer we ook stilstaan, maak je sowieso met 4 man even 360. Dus je hebt gewoon per persoon gewoon een windrichting. Ik heb hier een opening waar ik richting die Sembar kan gaan achter mij, als je achter mij loopt. Ja, ik wil vanaf hier gewoon doorpushen naar Bravo 4. Ik dacht dit is een park origineel, maar dat plan is toch al in het water. Dus laten we maar zoveel mogelijk doorpushen. CV, kijk maar of je meer naar het oosten, naar de groene lijn wil. Anders voel je vrij om een route te vinden. De Pax info uitgestegen, wij lopen gewoon direct zuid op linie. Ja, groene lijn staat, ik ga volgen. Check. Op een soort moment als net kom ik er altijd achter dat Arma echt geen goede first person shooter is. Op zich. Camouflage werkt wel in Arma. Dat merk je dan wel. Ik heb het idee dat ik audio heb op iets in het zuidwesten. Same. Ik kon niks. Oh, nu wel. Dus AT'er die bij ons is, zorg dat je zo meteen eventueel gelijk iets eruit kan smijten. Copy. Nog maar 830 meter naar de top. Wil je wapen hoog blijven, niet? Ja, doe maar half hoog. Ja, confirmed. Nu echt iets gehoord. Ondertussen al west. Is wellicht... Nee, het is niet Charlie. Nee, dat is echt niet Charlie, hoor. Nou ja. Klinkt wel hetzelfde. Oh nee, dat zal Alpha zijn trouwens. Dat zal Alpha zijn. Ja. We zijn de hele tijd gedesoriënteerd omdat we naar het zuiden toe vechten. Ja, dat doet af en toe een beetje pijn inderdaad. CV had even halt. Wij gaan van hier jullie voorterrein proberen te scannen met terminals. We hebben hier goed zicht. Copy, goed initiatief. Nog maar 600 meter naar de top. Zal ik motivational quotes blijven sturen of werken ze niet? Jazeker. Zeg een motivational quote. Klinkt als een fucking navigatie. CV beweegt weer. Copy.
Fucking vest. Never mind. Dat is een fucking vogel. Never mind. Fast moving vogel. Fucking fast moving vogel. Alpha, bravo. CV heeft iets op zich, CV heeft iets op zich. Alpha, friend is close. Over. Hoe close naar mij blijft je? Ja, let op, friend is close. Ja, u heeft inf van mijn groep ongeveer 200-300 meter in Zuidoost. CV in contact. 200 meter Zuidoost, friendly troepen, roger over. Dus ik heb geen zicht. Gunner? Positief. Uit. Had hij ondersteuning nodig? Blast naar op. Thomas, CV vangt zwaar contact. Laten wij maar doorpushen. Zolang we blijven bewegen, zitten ze op onze oude posities. Achter ons, BMP. Achter ons, BMP. BMP achter ons? Ja, bij ons, bij de CV. Jack, voel je vrij om gewoon te engage, hè? Gewoon maximaal vuren. Maar let op, Alpha zit ook in de buurt. Dat je niet per ongeluk op hun schiet. Oké, we naderen de sleet. Zometeen iedereen vrij OV uitzoeken. Romeo Alpha. Copy. Romeo. Ja, Romeo hier Alpha. Een grijs W zat aan de ene kant van de CV en door zijn zware gewicht is hij op zijn zijkant gevallen. Zou u een technische ondersteuning naar hem toe kunnen sturen? Nice. Ja, Romeo, kijk je Alpha. Heel nice. CV, zit erop. Ja, we zijn aan het dansen met de BMP. Maar kunnen jullie hem uitschakelen of lukt dat niet? In de bossen geen heeft het even moeilijk als ik. Check. Dan wachten wij op Bravo 4 op jullie en dan wacht ik tot jullie zijn uitgeballerinaat. Je hebt een AT'er, hè? Ja. Ja. Maar ja, om weer helemaal terug te lopen. Sorry, 60 meter of zo? In contact! KKW? Nee, fucking BMP. Ja, BMP. Noordoost. Thomas, stuur die fucking AT erheen. Ja, maar het... We Gucci, we fighting. Ik wou ja, zeggen, gast, je bent aan een dogfighten met een BMP. Dat ding heeft echt een drie keer zo groot kanon als jij. Ja, maar die heeft even moeilijk aan ziek in de bossen. Is het een BMP met een raket op het dak? Guy, drive south. Probeer hem hierheen te lokken, dan ambushen we met AT. BMP is kapot. Check, dan ASAP richting Bravo 4. Yeah. Ja, we gaan hier proberen weg te raken. Good shot, guys. Natuurlijk weer net niks qua zicht. Ja, zicht op pakken van, het is dat Alpha. Ja. Die zit trouwens aan de vlieger trouwens, dat is mogelijk. Bravo, aangekomen op Faceline Bollingesse. Uit. Oh, nu heb ik trek. Charlie, Bravo. Ja, komt ook best. Hier, Bravo, zit op, vraagtek over. Ja, zit er even wel hebben. Even gronden, krijg je pak. Daarna gaan wij ook door ons bos heen. En als het goed is, zijn we daarna bijgetrokken. Kopie dat, Bravo uit. Ja, boys, contact west tot zuidwest, look alive. Wij gaan ons hier ingraven. CV, probeer ASAP bij te trekken en meng je in de fight. Wij hebben zelf nog geen contact, Thomas. Het is alleen Alpha. Nee, maar het gaat maar wel een trench, want ik denk dat het deze kant op komt. Dat zei ik ook niet. Bolognese en we gaan even afwachten totdat Charlie is bijgetrokken. Daarna zullen we weer met alle groepen, of misschien trekken wij vooruit, maar we wachten in elk geval nog even op Charlie. Dus hier houden we even een verdediging, dus graaf je in.
We houden redelijk veel knallen op rechts van het CV. Kunnen wij met iets helpen bij Alpha? Nee, ik heb nog geen call voor help gehoord. Dus ik wil vooral onze sector houden. Dus wij focussen vooral op Zuid en Zuidoost. Wat ik zo hoor, hebben we alleen KKW contact, Turkey. Rust-Zuidwest, rust-Zuidwest. Contact. Halve magazijn. Ja, sterkte er maar. Oh, het duurt zo lang. Dat is altijd. Dus de kunst dan 3 packen. Oh. Zonder gras spelen zie je toch al heel veel meer. CV, heb jij vanaf daar goed zicht? Negatief. Check, A-stap herpositioneren, we worden gepusht. Ik ben jullie kwijt op CTAP. Wij zitten 200 meter in je zuidwest. Jo, die is dood. Op de open vlakte net boven de Bravo 4 marker. Jullie zitten bij die trenches toch? Positief. En we krijgen contact vanuit die boslijn aan de andere kant van deze open vlakte. Direct zuid. Probeer dit maar met je machinegeweer te doen. Verschil hier maar geen zicht. Explode. Dus op de Bravo 4 marker nu. Ja, daar zit ook contact. Bravo. Ja, ik heb het ook weer heel even gedaan. Ik heb normaal heb ik het altijd aanstaan, maar het is nu wel een beetje Bravo, kut. We zitten geconsolideerd op deze heuvel. Wachten op Charlie en daarna gezamenlijk doorpushen richting over Heineken. Vraagteken over. Klinkt als een goed plan, over. Kopie dat. Ik heb mijn geplande route gemarkeerd in groen. Zo blijven we enigszins uit elkaar. Ik stel voor dat u eerst beweegt en dat ik achter u langs beweeg. Over. Daar is er over. Hoe moet je dat uitschakelen trouwens? Kopie dat. Scrollen, dan NCC, wachten we op de call gras, no gras. Uit. Aha. Het ziet direct tering lelijk uit, maar ja, het is wel effectief. Oké, voor nu wachten we heel even tot Charlie is bijgetrokken. Dan gaat Alpha voor ons langs. En dan zullen wij via groene lijn zelf onze route richting Heineken vervolgen. Maar voor nu is het even wachten totdat Charlie ook op deze faceline is bijgetrokken. Maar die hadden redelijk zwaar contact gekregen. Charlie, Bravo. Charlie. Bedankt Sven, zie je alles veel beter. Charlie hier, Bravo. Nogmaals Sitrap, vraagteken over. Nou, Sitrap is als volgt, we hebben contact in het bos, de Russen willen het gebied schijnbaar niet prijsgeven. Kopie dat, heeft u assistentie nodig? Of denkt u dat Alpha en Bravo verder zuidwaarts kunnen trekken en dat u het alleen aan kan? Vraagteken over. U zou zeker verder kunnen, de kans dat u in uw flank gepakt wordt neemt dan wel iets toe. Kopie, breek. Alpha, Bravo. Alpha. Meegeluisterd, vraagteken over. Ik heb meegeluisterd, ik adviseer wel om bij te trekken bij Charlie om dat gat te blijven dicht over. Ja, kopie dat, dan zal Bravo richting Charlie bijtrekken om het contact in de boslijn aan te grijpen over. Roger dat wanneer jullie dan beide in ieder geval bijgetrokken zijn op faceline Bolognese, dan gaan we met z'n allen zuidwaarts over. Kopie dat, breek, Charlie Bravo. Charlie. Markeer globale positie van de troepen, dan kan ik een move inschatten. Over. Wacht uit, we hebben iemand in onze rug. Ja, kopie Sven, jouw markering is goed. Iedereen open even je kaart. We gaan eventjes direct oost en dan gaan we Charlie assisteren, want die komen niet door de vijandelijke contacten ingepoest. Bravo, globaal zit onze CV op marker
Charlie OV3 en wij zitten op Charlie Marker bij elkaar. Ja, dus we gaan richting die OV pushen, dus direct oost. CV, take the lead. KVO, zicht, Bravo onderweg. Uit. Ja, ik ga wel de bospadjes moeten gebruiken, maar KVO. Check, dan invite B-line en hem gewoon straight. Thomas, mogelijk alweer naar links om te krijgen. KKW front op de CV. Op linie komen. BNP. AT. AT direct front, oost, Zuid-Oost. Direct oost. AT, laat jezelf horen. BTR, pak de BTR. Ja, CV ook aanvuren, hè. Aanvuren als je zicht hebt. BTR 80. Clear. BTR kapot. Thomas, op je noord. Op noord, check. Yep. Geraakt, ga even bandagen. Kijk, compact lijkt hier aan de slag. CV trekt bij naar mijn eigen positie. En hopelijk komen we niet veel meer tegen tot aan onze OV, hoor. Copy dat. Dat is al Bravo. Haar move over de faceline Bollingjes heen zetten richting Heineken. Over. Charlie KVO. Oké, check. Sven, ben jij nog even? Zeker. Ik moet even wel rap tijd bloed krijgen. CV, oké. Gucci. Oké, check. Dan hebben we dit gecleared. Dan gaan we zo meteen doorbewegen naar Bravo 5 via groene lijn. Nou, we hebben Charlie hier Alpha Threat ook richting Heineken over de waypoint 1 en daarna richting punt 10 over. Bravo KVO. Charlie KVO. Oké, dan wachten we tot Sven groen is. Heb je hulp nodig daarmee? Ja, ik ga zelf niet groen worden. Dan heb ik een pak nodig. Ja, check. Heb een medic nodig. Oh. Wacht, jij hebt een medic nodig, Thomas H? Oh, ja, ik zie het. Ja, check. Jongens, echt begin. Sven, ik kan je nog niet pakken. Je hebt nee, dat weet ik. Ik heb bloed nodig. I know. En je hebt ook nog een hoofdwond, geloof ik. Ja, ik doe bloed nog ergens, maar ik kon even niet vinden waar. Ja, het was hoofd. Hoofd zit dicht. Check. Ga kijken of ik je nu misschien wel kan pakken. Ja, pak onderweg. Kom in. Blijf stilzitten. Nee, is goed. Oké. Guy, push maar door Bravo 5. Pushing. Sven, complete. Jo, top. Goed gereageerd, lui. Prima. Dat was best wel intent, jezus. Hoe lang voor Thomas? Ja, het duurt wel even. Die heeft te veel bloed. Oké. Ja, we kunnen in ieder geval door. Oké, check. Gaan we richting Bravo 5. Dat is een lijn recht naar het zuidoosten. Ja. Doe even een beetje tussenafstand en shit en dan gaan we weer lekker lopen. Hey, BP2, durf je back open te trekken op short, hè? Ja. Maakt niet uit als er af en toe een keertje bullshit uitkomt. Het is alleen wel fijn om af en toe te weten dat mensen... Ja, oké. Zeg maar look alive, een beetje achtig. Ja. Maar ik heb nog veel te leren. Dat is prima, dat mag, dat kan. CV, ammo count. Hoe kan ik de ammo checken? Staat rechts bovenin als het goed is. Boys, hebben jullie nog genoeg magazijnen, Web2? Ik heb geen MPT ammo meer. Check. Thomas? En die MPT, wat is dat? Is dat je main gun of je machinegeweer? Dat is die voor de BMP's uit te schakelen zo. Oké, check, dus die is empty. Dat is goed om te weten. En het machinegeweer heb je nog wel? Machinegeweer heb ik nog 1600
genoeg patronen, ongeveer 1400. En als je op F drukt, dan heb je niet nog een ander kanon ammo type waar je wel kogels hebt. Allemaal piercing heb ik nog in reserve. Werkt ook. Oké, check. Dat is goed genoeg. Maar één, echt één kogel of één magazijn? Nee, nog één magazijn. Oké, check. Als je die kan laden, dan hebben we dat in elk geval nog gereed. Ja. Ja, ik heb er nu nog 40 kogels in zitten, daarna zou ik hem moeten herladen. Oh, prima, prima. Goed zo. Dus we kunnen in elk geval nog iets tegen mechanized shit. Staan op groene positie. Check, dan pak je gaan sprinten. Ik kan haast een AT call-out op die fucking, hoe heet dat ding? Marder. Ja. CV, kijk maar of jij je stapvoets, dus denk aan tussen de 10 en de 20 km per uur, door kan pushen richting Heineken. Heineken? Sorry, Bravo 5, ik dacht dat je verderop zat al. Bravo 5, ik had, 10, 20 kilometer, Bravo 5. Ik heb de groene pijl gaan staan. Check. Shots eruit. Copy. Dat is contact van Alpha. Charlie, wat is check, het? Check, wij pushen gelijk met hun op, dus verwacht dat wij zo meteen misschien ook iets krijgen, dus stay alert. Wil je dubbel anders aan beide kanten van het bospad? Ja, ik weet niet. Ik denk, ja. Ja, ik weet niet of dat helpt. Ja, we zijn met zo'n klein groepje. Ja, daarom. Dat dus. Als we fucked zijn, zijn we fucked. Ja, dat is wel een beetje het motto van vanavond. Ja, bezicht op de vlakte voor Bravo 5. Copy. Loopt er iets, leeft er iets? Scanning. Negatief. Fijn. Oh, sorry, ik zat de radio te die stippelroute die je hebt gemarkeerd, die wil je rijden met de CV? Ja, dat is iets lichter bebost en dat is gemakkelijker voor mij om te manoeuvreren. En dat is ook niet Bosch, vlak boven de berg. Dit? Check, als jij dan die route volgt, dan gaan wij met de infroon B-line via paarse lijn. En dan ga ik even met Alpha afstemmen en dan pushen we gewoon door naar Heineken. Paarse lijn? Paarse lijn. Sorry, groen, sorry, sorry. Okay, ja, ook Alpha. Vlakte front is helemaal clear. Daar hebben wij mooi zicht op. Als Charlie wil pushen, dan is nu het moment. Copy, ik ga het aan ze doorgeven. Alpha zit in contact, dus wij houden hier nog even halt. Dan zitten we globaal met hun op één lijn. Zie je een nieuwe groene, Thomas? Ja. Ik zal een voorstel geven voor Charlie hoe dat hij met de CV kan pushen. Wat zei je, Sven? Charlie. Oh ja, andere Thomas, sorry. Charlie. Ja, dat helpt niet helemaal. Charlie, Bravo. Bravo zit op huidige locatie, Bravo 5. Met CV90 zicht op open vlakte in Nieuw-Zuid. Mijn driver markeert suggestieroute voor uw CV het gebied in. Wij kunnen Overwatch houden over. KVO op Overwatch en ik zie die route zo tegemoet over. De route staat gemarkeerd, paarse lijn over. Top. Dan zal ik zo even kijken als ik klaar ben met graven over. Ja, om het momentum van de aanval te houden zou ik suggereren om door te rijden als dat mogelijk is. Maar ik weet niet of u in contact bent. Nee, geen contact, maar komt goed. Kopie dat. Uit. Ik probeer Alpha, of hoe heet ze, Charlie, een beetje te pushen om iets sneller door te bewegen. Hoe heet ze? Ah, mijn sector staat gemarkeerd en de paarse lijn is gesuggereerd. Oh. Mortieren, smoke. Kutje, nee, smoke. Kutje. Fucking ogen uit, ogen uit. Alle eenheden, Bravo wordt gesmoked, trek het terug. Bravo 5 niet meer gehouden. Uit. Dat Charlie er maar vanuit gaat dat de vlakte niet meer secure is. Yes, contact zuid. Heel veel pakken. Check, CV begint te raden. Ja, geen zicht op smoke, Thomas. Dus. Magazijn. Thomas, zoek een trench. Pak iets. Iets van cover. Je zit echt midden in de open, gast. Vangen we portieren? Ja. Nee, AT. Nee, AT. Ja, zeker weten. Ja, AT. Ja, positief. Oké, CV. Ik wil dat je die targets prioriseert. Ja, we hebben zich gekloten.
Ja. Oké, Jezus Christus. Dat is niet zo. Oh, dat ik niet, dat ik niet. Schieten, schieten, schieten. AT erop. Niet weglopen, AT erop. Vuur vrij. Schieten. Zet er ook wat achter ons. Schieten, schieten. Vuur af. Hoe is die? Wat is er nou mis? Schieten. Ik heb niks. Wie dan ook wie iets heeft, Thomas, zeg dan. Laat die fucking ding staan, dank je. Reloading. Godverdomme. Laat er echt, schiet dat ding asap kapot. Ja, vuur vrij, go. We hebben reloading. Wederom mis. CV, engage met je AP shells. Engage. Reloading. Wat je? Ja, Atheer neer. Kut, sorry. Ja, pushen. ASAP uitschakelen, dat ding. ASAP uitschakelen. Jezus Christus. Ja, hoe mis je er ook drie gewoon? We missen er ook drie, ja. Ik hou wel zicht. Tering. Ja, Thomas, je bent bij deze dood verklaard. Die worden er niet meer, jongen. Je hebt echt gewoon een halve tank gereden. Zicht zuid krijgen, worden gepusht. Kappie. Danger close. AP shells zijn op. Thomas, doodverklaard, respawnen. Danger close, uit. Ja. AP shells zijn leeg voor de CV. Potjes? Enkel nog. Ja, kopie. ASAP bijtrekken bij ons. Danger close, zuid. ASAP bijtrekken, danger close, zuid. Heel die boslijn vol ratelen, ik wil dat ding non-stop horen. God, heel die boslijn vol ratelen. Ben weer op. Hup. CV90, ik wil je non-stop horen ratelen, heel die boslijn vol. Lieverd, ga er dan niet in staan in die fucking boslijn. Ze pushen. Yo, switch. Kut. Waar is de vijand? Voor je. Thomas? Ja. Markeer uw positie met rode smoke. Wij gaan de vlakte in om zo de infi te engageren die rondom jullie zitten. Ik doe groene smoke op ons om geen verwarring met de andere groepen te veroorzaken. Bravo, hier Charlie. Bravo. Oké, mijn voorstel is dat ik globaal uw kans op trek over de paarse pijl, zodat ik u kan ondersteunen, over. Positief, kopie dat 1 CV van mij in het veld. Friendly Pax gemarkeerd met groene smoke, over. Loot Thomas en buddy. Thomas. KVL. Wacht uit. Mag ik een AT gaan pakken in het voorterrein? Ja. Charlie gaat ons assisteren. Alpha, bravo. Alpha, bravo. Help, 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 help. Alpha, bravo, zit erop, vraag ik over. Bravo, Alpha, ja. Oh, klootzak. Op positie. We gaan zo meteen een 300-700 richting punt 10 doen, over. De tief is ingeschoten, jippie. Ja, Bravo met hetzelfde. Worden gepusht vanuit Zuid. Houden stand op Bravo 5. Sporadisch vanaf Zuidwest. Onze Zuidwest. Charlie die gaat ons assisteren. Zo de je. Godverdomme zeg, wat was dat heftig. Thomas, ik kan ons leven redden. Ik heb een RPG gevonden. Hey. Ja, check. Maar lui, hoe schoten we er nou 3 mis? Ja, goeie vraag. Geen idee. Het waren er 2 te veel, maakt niet uit hoeveel te zijn. Kopie. CV, ammo count? Nog 5 magazijnen voor het even inzetten voor de rest. Holy shit. Kopie, alleen nog maar machinegeweer dus. Nee, even serieus. Ja. Kopie. Fucking, iemand zegt dat het friendly Charlie. Is. Nou ja, er stond een friendly CV, die reed weg en daarachter komt er eens dat ding vandaan.
Ja, maar... Ik dacht al, wat de fuck is dat? Charlie? Ik dacht even dat dat Alpha was ofzo, of Charlie. Alpha, Charlie, hier Bravo, be aware. Mijn CV is all out of shells en komt nog machine weer. Bravo heeft nu geen AT capabilities meer. Over. Alpha KVO. Volgens mij ben ik de slechtste AT'er ooit. Dan moet ik heel even snel kijken of ik nog meer AT kan vinden. Bravo uit. Oké, okay, ik zie Alpha weer bewegen. Zodra die op gelijke lijn zijn met ons, dan bewegen wij weer gelijk met hun op door richting zuid, via groene lijn. Ja, je mag aan Charlie doorgeven dat de vlakte terug vrijgegeven is. Ik heb geen thermals meer erop. Copy. Als je ergens zometeen nog een pak ziet liggen met AT op zijn rug, pak het hier af. Copy. Ik heb even een tweede pak nodig die een RPG mee kan nemen. Even één tegelijk, Sven. Als iemand even hier kan pakken, kan hij nog een RPG meenemen. Check. Degene die nog links op zijn rug heeft, ga er even heen. Ja, ik heb... de Nigel heeft nog een AT op zijn rug, maar ik zit in de Simic. Pak dit maar. Gaan we hier, Charlie? Bravo. Ja, Charlie, we hebben geen zicht meer op contact in uw verlijf. Ja, die ligt hier. Bij u, over. Okay. Bravo, tevens geen zicht meer. Om die reden. Hey, Bravo als er iemand nog naar de CV kan komen, we hebben net een panzerfaust in de CV gesmeten. Yo, er rijden twee voertuigen, fucking Zuidoost, 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 Zuidoost. BMP's, BMP's met raketten, pas op. Break, 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 Alpha, Bravo. Alpha. Boys, terug die fucking trench line in. Charlie, nu. Alpha, hier. Driemaal BMP. Charlie, hier Bravo. Driemaal BMP, Zuidoost in de open vlakte. Driemaal BMP, Zuidoost in de open vlakte. Uit. Had hij het helemaal laag, dan ga je niet halen van op daar. Dat ga je nooit van je leven halen, Thomas. Alpa. Alweer Bravo, als u nog een CV heeft met één AT-capabilities, graag bijtrekken. Ja, drie RPG's op de grond. Bravo en Charlie, driemaal enemy mechanized. Wij kunnen geen solutie meer over. Guy, terugtrekken, wij vangen ze op met AT. Yo, ik beweeg. Yo, pak, hier. Opdracht gegeven om bij te trekken, ook. Oké, dank je. Ik wil begin te pakken. Jij zit in die trench? Yo, wij vangen hier. Ja, wij allemaal vangen gewoon hier in de trench gaan zitten, lui. Liggen! Thomas, wij zitten aan de overkant van de MT. Overgebroken. Thomas, wij zitten aan de overkant van die lege vlakte. Wij vangen ze hier op met dat hek. Als zij aan komen rijden. Kopie, ik kom ook die kant op. Ga niet bewegen, wordt onder schot gehouden. Dat hele Russische leger hier ofzo, jongen, holy shit. Dat is wel het idee, ja. Eentje cooked. Is dat onze wapen dat voor rechts? Er staat een friendly staat op Zuidoost, friendly CV. Dat is onze CV, ja, oké. Invloed goed. Yup. Yo. Er staat eenmaal enemy voertuig op Zuid. Maar die zware knallen die je nu hoort. Dit was even zieke stress, dit. Als je die dingen zo door de vlakte ziet rijden en je weet dat je niks meer hebt. Ja, Thomas, niks meer hebben, ik heb 7 AT's, dus... Breng even die Faust naar jullie toe. Nice. Ik heb ook aardig wat RPG, jongen. We gaan nu die keer zijn echt vanalen knallen. Nigel, ik breng even die Faust naar de info van voor toe. Ik geef gewoon, ja, zeg maar, rustig nee, PP. We gaan doorpushen. We gaan via de groene lijn, gaan we richting Zuid naar Heineken. CV, je mag de lead nemen. Idee is om bij de groene OV-marker op Heineken uit te komen, check. Yo, follow the leader, boys. De groene OV-marker op Heineken. Kopie, de info komt achter jullie aan. Thomas, nak ook een RPG anders van die paksen. Ja, zie je er nog eentje ergens? Nou, er liggen daar RPG's in zijn rugzak, maar die heeft hem niet meer. Deze paks heeft er nog één waarschijnlijk. Alpha, nope. Charlie, bravo.
Alpha. Ik hoor het zwaars front, of is dat dingetje? Dat dingetje. Dat zijn wij. Ja, zegt. Ja, ja. Oh, dood schaap. Op jouw geek, ga maar. Charlie, heb je het gehoord? Alpha, je bravo push door richting Heineken. Driemaal enemy mechanized is uitgeschakeld ook. Oh. Raket afgeschoten zuidwest? Uit. Gear be advised, kwam net een raket vanaf zuidwest, zo klonk het. KWO. Klonk als zo'n met is gevallen bovenop zo'n BMP. Laten wij even een linie maken. Rechts van mij en een beetje tussenuit. Ja, die koeken nu denk ik. Goed. Alpha beweegt nog. Nou, misschien hebben zij iets uitgeschakeld met RPG of zo, AT, weet ik niet. Ja. Oké, contact, Guy? Negatief. Oké. Okay. Copy, klinkt wel alsof het recht voor jullie zit, dus be aware. Yep, dat is een RPG op hun. What the fuck was dat? Ja, copy. Inf, doorsprinten. Kwamen net, pak op. We horen iets voor ons. Ja, richting fucking CV, die lijn. Die oké? Ja, we zijn nog steeds goed. Yo, fucking magazijn. Ah. Is dat ding nog actief, of niet? Maar wij schieten er niet op, ik wil graag onze eigen lijn volgen. Hè. Probeer groen te blijven pushen. Ik push groen liever, dus ik sta naast die CV, alleen die schiet om een BMP. Dat is niet onze CV waar jullie naast zitten. Hè. Wie de fuck is dit? Ik zie jullie niet op CTAP, Guy. Ik zit op Pico 3-5. Ah, check. Ja, maar daar sta ik naast. Probeer door te pushen meer richting oost en dan weer groene lijn naar zuid. Ik wil doorbewegen, luik. Pico 3-5 is een brandend wrak, we gaan zien wat dat is. Ja, is al uitgeschakeld, dus laten we aanstaan doorbewegen. Dat is een BMP, shit! CV onder contact! Hij weet dat er twee Echo 3-5 zijn, toch? Nee, ja. Oké. Dan helpt het niet om te zeggen, ik ben Echo 3-5. Nou, ben ik fel ook. Ja, maar er is al iemand van Alpha met een Javelin voor ons. Volgens mij is het een BMP recht voor ons, of is het Alpha? Ik weet het niet meer. We zitten bij bevriende troepen, Echo 3-5 is bevriend, denk ik. Ja, copy, probeer front te pushen met deze mee, wij lopen. Ja, een Javelin in de klauwen. Ja, maar we zijn aan het dodgen met een BMP, joh. Thomas. Ja, ik heb niet mag schieten. Thomas. Waar de f... De stering irritant. Jee. Waar de fuck is die BMP van ons? Of serieus, welke is dat? Ja, ik weet het niet. Maar want echt, serieus, we pakken die fucking statische groene lijn, niet die stippellijn. Ja, maar daarom zeg ik ook, ik wil doorpushen uit dat gedoe daar. Is gewoon hoe tering moeilijk is het om een lijntje te lopen? Dat is wel moeilijk. Godsamme. Maar let op, laten we even deze linie proberen te blijven houden tijdens het lopen. Ja, ik was heel veel naar jou op zoek, want niemand anders reageerde erover. Ik krijg gewoon J noemen van hem. Ja, J. Maar die kutschapen overal. Ja, die snap ik ook echt niet. Het zijn er gewoon fucking veel, gewoon. Oh, het is ook al 7 over 10. Bij mij iets meer richting zuidoost corrigeren, dan lopen we recht op Heineken af. Ja. Oh, godverdomme. Alpha, Charlie, bravo. Alpha. Charlie. Alpha, Charlie, bravo.
Bravo pusht in één smooth beweging door exact naar Heineken om die piek te clearen. Over. Wij worden opgejaagd op ons links. Achter jullie zit een BMP, jongens. Ja, kopie. Ik hoop dat Bravo of Alpha en Charlie nog aan de slag kunnen. Waarom ben jij nou gewoon te eigenwijs om om te draaien en dat ding helemaal de tering in te werken? Ja, omdat er zitten twee groepen achter ons. Die moeten dat toch zelf kunnen? We hebben geen zicht, we horen hem alleen maar. Oké, pak ze bij mij, we gaan even deze piek leren. Even kijken of er op deze plek niks zit. Lijkt er niet op. Guy, confirm nog steeds last van een BMP? Ja, ik markeer waar wij zijn en dan kan je weten waar het ergens zit. Ja, maar dan laat ik Alf en Charlie er iets mee doen, want ik snap niet dat dat ding nog niet algemene is uitgeschakeld. Algemene richting van de pijl, algemene richting van de pijl. De Alpha, Charlie, Bravo. Alpha, Charlie. Alpha Charlie, Bravo. Mijn CV zonder AT-kit. Contact front. Door een BMP. Rood gemarkeerd vierkant. Kan u daar iets mee helpen? Contact Zuid. Bak cover. Begin te duren. Ik ga er naar toe over. Bravo KVO. Bravo uit. Laten we hier ons ingraven zo goed als mogelijk en Heineken houden. Hoe ver naar voren wil je het allemaal? Ja, doe maar zoiets hier. Oké. Hier, want hier heb je ook al goed zicht naar beneden. Ja, daarom. Een keer dik en trench. Ja, top. Ik hou vuur. Ik heb geen granaatjes meer trouwens. Alle eenheden, Bravo is aangekomen op Heineken. Heineken secured. Bravo gaat de beveiliging opzetten. Is dit nu Guy wat achter ons staat? Uit. Ik schrik wel de hele tijd van die RPG die jullie op de rug hebben. Ik weet de hele tijd wat de faxen zijn. Oké, lui, ASAP ingraven hier op Heineken op mijn locatie. Wij houden direct zuid. Wij houden direct zuid. Toestemming om tot aan de bosrand te gaan of maar moeten wij hier blijven? Als je daar beter zicht hebt, positief. Zorg ook dat je weer terug kan. Even kijken of het goed ook kan zijn. Mogelijk. Je zit wel een heel stuk lager. Kun je even heel wil. Ja. Gaan we hier boven toch? Deze lijn gaat hier naar beneden. Ja, laten we gaan verplaatsen met z'n vee richting punt Steen. Hier gaat het ineens duidelijk naar beneden. Het is hier wat opener. Precies. Positie van CV is niet ideaal, maar toch iets van zicht. Roger, groepen op punt Heineken, verzamelen op één gezamenlijk punt. Charlie. Tot zover. Uit. Alpha, Charlie, hier Bravo. Charlie. Alpha en Charlie, hier Bravo. Bravo op huidige locatie. Goed zicht naar beneden en op zich goede verdekking. Gemarkeerd met een groene lijn. Handig voor gezamenlijk voertuig opstellen voor verdediging. Over. Zou ik wat boete kunnen krijgen? Oh, we hebben zicht op Bavaria. Bavaria is bezet door Imf. Copies, wij zitten iets Copy. Verder dan de groene lijn, maar hebben we vanaf hier ook kunnen zetten. Team al Imf. Kopie dat, dan wachten we tot af. Markeer. Bravo, Thomas Land. Thomas, team al Imf op Bavaria. Kopie. Gun turret, het liefst naar zuid kijken inderdaad. Wat we nu doen is wachten tot Alpha ook bijtrekt. En dan zetten we met alle voertuigen zetten we hier een lijn richting het zuiden op. Kan ik een pak voor je krijgen? Ja. Moet jij er ook in? Hey, Jano. Weet ik niet, heb ik twee nodig? Zijn een zwarma? Nee, op het moment niet, nee. Niet eigenlijk. Oh. Jano, kun je mij een pak geven? Een pak? Je hebt hem. Ja? Jij ook. Zou niet moeten kunnen als het goed is. Nee. Ja.
Ramaan, alle eenheden, rally op de inf van de Braafgroep. Rally op de inf van de Braafgroep. Ram jou uit. Nou, wij zijn het rallypunt. Ja, ik ben al goed. Dus iedereen gaat zich op ons verzamelen. Voor nu houden we nog even de verdediging. Ik heb iedereen pak gehad. Guy en Buddy, zijn jullie groen qua medical mug? Oh ja, zeker. Zeker. Okay. The fuck? Rust houden. Ja, Guy, be aware, we hebben het Russische radiocoms. Mogelijk dat er zo nog lui aankomen. Dat hoor je wel vaker, Jano. Charlie. Hallo. Zorg even dat je op iets afstand van ons toch ingaat richting Zuid, we worden net Russische radiocoms. Dus ik verwacht dat we moest hier bijtrekken volgens Romeo. Ja, check. Ja, precies, maar wel ietsje afstand en toch ietsje ingraven, want ik verwacht nog wel iets. Zal ik jullie sessie zijn? Ja, Thijs, we hoorden net echt gewoon volledig Russisch komst, dus mogelijk dat er nog iets komt. I don't know. Prima. Oké, nou, in dat geval gaan we ons... ik ga even richting Oost. Ja, ja, of maak er Zuidoost van, maar in ieder geval... Nou, weet ik niet of dat we gewoon compleet gewoon... niet werden door die komst, maar... Ja, je weet het niet. Kijk, Bob staat hier achter. Oh, Bob is hier ook. Dat vind ik vreemd. Nou, dat vind ik goed. De boom ontploft, rennen. Ja, ik heb het in ieder geval met ons zitten. Maakt die cv van jullie ook zo raar geluid? Nee. Ja, daarom ga ik weg hier. Stap maar uit de cv. Is het Endex, Bob? Maakt die een raar geluid, joh? What the fuck? Is het Endex, ontploft of niet, Bob? Cv, luiden, kom maar hier naartoe. Want ik hoor een soort zo'n mobieltje afgaan. Nee, ik ga gewoon hier. Dus denk ik, Endex. Endex toch, Bob? Oh, het is hier. Ja.